Mijn helming die ligt nou hier al. En Rijka ligt daar. Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 10 november en we leven om 13:53. Ja, de hondjes die zijn allebei vanochtend vroeg al eerst om de beurt buiten in de tuin geweest. Daarna hebben ze nog weer eens een keer samen buiten geweest, zijn ze aan het stoeien geweest. En dan ga ik straks even met ze lopen. Ja, moet ook weer gebeuren. Anders worden ze lui. En ik zelf ook. Maar ja, ik ben toch al lui. Maar ja, wat doe je eraan? Trekken niks. Nee. Maar ja, het komt ook door mijn lichaam, hè? Ja. Daar ging wat om, hè? Ja, wat ging daar om? Ja, het krukkie. Hé, het krukkie. Nu zetten we die weer terug. En die even verder. Die is trouwens ook al stuk dat ding. Maar dat was al voordat Elwing in huis kwam. Ja, en ik denk dat iemand het met de stofzuiger heeft gedaan. Want er wil één hoedje niet meer om eroverheen en dicht, et cetera. Hè? Druif? Moet jij je eigen uitrekken? Maar in ieder geval ook is Gandalf voor het eerst weer buiten geweest vandaag. Ja, die is vanochtend uit geweest. Die heb ik, drie kwartier tot een uurtje weer binnen. Hij heeft hier gegeten terwijl ik mij ging aankleden, et cetera. Want toen waren de honden dus even buiten geweest om te spelen. En toen zat hij op de container, maar dan durfde hij niet binnen te komen. Dus ik heb het eerst naar de hal gedaan. Toen eten voor hem klaargemaakt, terwijl ik de deur open hield. En toen is hij binnengekomen. En toen begon hij te eten, dus ik gauw die deur dicht. En daarnet dat ik weer beneden kwam. Ja, eerst de honden in de hal gehouden. En toen gekeken of waar Gandalf was. En die zat op mijn stoel bij mijn bureau. En zijn eten, dat was bijna op. Maar dat heb ik wel even van de grond afgehaald. Heb ik een bakje overheen en dan kan ik daar straks weer even wat bij maken. Ja. En nou zit Rijk op de bank en Elwing onder mijn bureau. Hé? Knappert. Twee knappe dames. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik ben er happy mee. Ik ben er gelukkig mee. En ja, ze luistert ook fantastisch. Ik had de naam dat nog niet. 1, 2, 3, maar dat komt vanzelf wel. Je moet het rustig aan opbouwen. En ik blijf er gewoon Elwingen noemen. En wat een ander er ook van zegt, moeten we hem weten. Maar ik zeg Elwing. En die andere twee namen moet je maar snel zien te vergeten. Simpel. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor, want zover ik weet, het is vandaag dus dinsdag, behoort vanmiddag Sandra Urban van Zerelo weer te komen. Ik heb niks gehoord nog, dus ja, dus dan vermoed ik dus dat die wel komt. Dus ik doe nou een kleine ronde en later op de dag een grote ronde. Ja, als ze maar weer even wat gedaan hebben en dan komt het allemaal wel goed. Ja toch, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot straks. Doei! Nou,
Nou ja, helaas kreeg ik net telefoon van Sandra Urban, mijn begeleider van Zerelo, dat ze vanmiddag sowieso niet komt, want er is weer van alles aan de hand. Er loopt er eentje te stressen. Een cliënt die loopt te stressen voor het steunpunt en de politie al gebeld. Nou ja, hallo, waar gaat het over, denk je dan? Maar in ieder geval, er is weer van alles daar wat aan de hand. En misschien dat ze vanavond komt en anders komt ze donderdag. Ja, want donderdag werkt ze ook. Nou ja, prima. Ja, we zijn meer vriendinnen dan wat anders hoor. Maar ja, ik had eigenlijk de kerstspullen van de zolder af willen halen. Dan ga ik dat straks zelf proberen te doen. Maar ik heb groenten zacht op staan. Ik ga in de tuin wonen en ik ben met een vlog bezig. Dus als ik dat klaar heb en die gaat renderen, ga ik zelf proberen sowieso de kleine bakjes eraf te krijgen. Ja, ik ben man genoeg toch? Ja, 200 keer nou, ken ik dat ook. Ja toch? En weet je, dit is een vliezeltrap. En dan door dat gat heen en dan moet ik daarop, ja, het is wat moeilijker dan met een normale trap, ja. Maar oké, ik probeer het gewoon, ja, simpel, komt goed, ja toch? Nou, een Elling die ligt nou hier al. En Rijka ligt daar. En Kandalfie is boven. Ja, nou, en ik ga nog een bakje koffie maken nu dat ik toch hier zit. Ja, en dan kan ik dat weer lekker bij de pc op de salontafel lekker neerzetten. En ik schrijf zo lekker een bakje koffie. Ja, woepie. Zeg lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook. En tot straks. Doei!